Simon gaat naar de kapper. Wacht, tot de omgekeerd, want je gaat het niet kunnen dragen. Jawel. Zeker? Het is geen microgolf, duidelijk. I'm gonna show you love. Iedereen, welkom bij... Je bent te groot. Welkom bij een random vlog. Hey, dag iedereen. Hopelijk hebben jullie goed geslapen. Ik wel. Ja. Simon gaat zijn tanden poetsen. Ik ben al klaar. Wij gaan vandaag iets superleuk doen. Want Simon gaat naar de kapper. Ik moet er dan in de kapper. Maar het is wel echt lang. Allee, het is zo... Snap je? Dat is niet zo mooi hier. Aan de zijkanten, maar hier maakt er wel niks af. Maar ja, kappers kennen de. En wij gaan vandaag ook een leuk pakketje unboxen. Er is een heel groot pakket aankomen. Ik ga nog niet zeggen wauw, maar het is echt super cool. Dus dat gaan we ook doen vandaag. En we nemen jullie gewoon heel de dag mee. Doe een duimpje omhoog. En abonneer. Het is echt een van de laatste vlogs dat jullie van ons gaan zien samen op de voorlaatste. Want daarna hebben wij een maand examens en dan gaan we elkaar keilang niet zien. Dat is keisad. Echt een maand. Ik ga echt wenen. Er komt wel nog iets keinais aan, net voor de examens. Mijn geheim project waar wij al zo lang mee bezig zijn. En het is er echt bijna. We hebben er echt hard aan gewerkt. Ja, ik zou zeggen... Ja, maar echt. Hou zeker onze Instagram in de gaten, want daarop gaan we alles releasen. En op YouTube komt er dan sowieso ook nog wel iets. Maar hou zeker Instagram in de gaten. Als je ons nog niet volgt, doe dat echt, want anders gaan jullie echt iets supercool missen. Ja, dat kan ook. Maar waar heb ik van je leven besteld? Wat is dat? Oei, wat is dat? Ah, is het daar. Kom. Echt. Mijn kamer is super rommelig, niet opletten. Maar, Jens, zijn cadeau is er. Ik heb zo'n voetbaltruitje van FC De Kampioenen besteld, want het is echt grote fan. Dat is zo'n truitje, dat gaat op Boma. Hoor. Zal ik even open doen? Ja. Is dat cool? Ja, dat is wel cool. Oh my god, nice. En dan nog een boekje erbij. Hoe cool is dat? Echt kei nice. Dat gaat hij echt leuk vinden, denk ik. Oké, iedereen. Dit moeten we in de auto krijgen. Dus dat wordt nog een heel klusje. Als jij al weet wat dit is, laat het weten in de comments. Heel moeilijk is het nu niet, denk ik. Oh, mooi weer vandaag. Alleen mooi, het is geen enkele zon. Maar het doet deugd om buiten te zijn. Die bel is helemaal aan het flippen. Oei. Is dat normaal? Nee. Oké, nu moeten we eerst misschien de zetels platleggen zodat die in de auto geraakt. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. Het is een party aan het doen. Oepsie. Allee. Ja, het lukt. Ja, ik ben nu ook niet. Niet laten vallen, hè, kinder. Oh, ça va. Goed bezig. Is dat zwaar? Ja. Dat is van vallen eigenlijk. Je kunt makkelijk mee reizen of bewegen. Ça va, ça va. Nee, ik heb hem totaal niet vast hier. Ik wel. Oh. Niet laten vallen. Nee. Ja. Okay. Oh my god. Kijk. It's in. Is het genoeg naar voren, ja? Hè? Ja. We zijn er. Dus die is zo naar de camera en relaxed met mijn vrouw. Die daar stapte dat we zwaaien. Oké, maar we zijn er. We gaan nu de uitladen, maar het regent. Ja. Dus we gaan echt snel moeten zijn. Of wacht, tot de omgekeerd, want je gaat het niet kunnen dragen. Jawel. Zeker? Ja. Of wacht, nee, laat maar. Ik zal het je doen. Ja? Ja. Moet ik helpen? Ja, daar vaststaan nu. Andere kant doen. Ja, gaat het vast. Gewoon. Tot de
Wat is dat? Niks. Oppas voor de riolering, hè. Dan laat jij zak. Ja, en laat het los. Ja. Oh. Zo. Dat was mijn tasje dat gevallen was. Oké, goed bezig. Oké, goed job. Verder zetten, hè. Ja, oké, dat is goed. Dan ga ik al naar binnen. Dus, ik ga je straks vertellen wat er in het pakketje zit. Oké. Okay. Alright. Hier zijn. kom aan, Stien. Het is de... Hoe zeg je het eigenlijk? Is dat... De Sony Bravia XR Master Series. Ik weet niet wat erbij moet. Hoe cool is dit? De tv nu is echt klein vergeleken met dit. Ja, maar je gaat er zelfs echt passen. Ah, je hebt net gezegd tv. Ah. Maar ja, ik denk dat ze nu niet stom zijn. Hè. Dat is geen microgolf, duidelijk. Oké, let's get it. Oh. Hoe handig is deze dus? Oh my god. Daarom. Check. Wow. Hoe dun is die tv? Nee, ik ben een stukje. Wauw. Voor de mensen die iets van tv's kennen... Hoe groot is dat? Daar zit dus die nieuwe processor in van Sony, die XR. En die gaat eigenlijk een soort van het brein simuleren. Mm-hmm. Waardoor dat het lijkt dat je brein denkt dat de realiteit is. Dat is echt gek. En dan krijg je van die zotte beelden. Kei helder en zo OLED of zoiets dat erin zit. Ja, dat is een OLED-scherm. Dus dat wil zeggen dat de kleuren ook... En blijkbaar is het geluid ook echt gek. Amai, maar dat is gek hoe dun dat is. Dat is precies een tablet. En nu zit er ook zo'n beschermlaag rond, hè, maar... Ja. Kijk. Wauw. Kijk snel. Het zijn like twee werelden. Kijk, als je hier zo staat, dan zie je zo in de scherm. Het is een kusje van jezelf. Ja. Dat leek echt. Ja. Alright, oké. Dus hier wordt naar alles uitgelegd, maar ik denk dat dat voor je papa is. Voor de... Ja, mijn papa gaat die straks komen installeren en dan gaan we hem testen in een volgende video. Allee, we gaan die vanavond testen, maar dat komt in een volgende video waarschijnlijk. Want deze video wordt anders veel te lang. En we kunnen ook echt niet wachten om dat uit te proberen. Nee, ze moeten dat echt vandaag al uitproberen. Waar is het de afstandsbediening? Hier! Wow, dat ligt een chique afstandsbediening. Echt? Dat weegt niks. Wat? Dat is ook zo'n metaal. Nee, de kabel. Die vorige is zo hier van plastic. Ja, die is kei chic. Nee. En je kunt hier ook zo Netflix is nu plus op aanduiden en zo. Dat is kei handig. Ah. Even uithalen. Even de ASMR. Shh. Oh my god, een echte ASMR. Ja, ik vond ook. Dingen. En dan zit ik zo in de hand, gelijk zo'n Star Wars soort. Oh my god. Dit de aanknop? Nee. Dit is de aanknop. Dit is een camera gelijk. Mag ik iets filmen? Is dat nu een camera? Nee, toch. En? Hier staat awesome. Een lichtsensor is het. Echt? Ja. Ah, misschien... Gaat dat doorsturen, de signaal naar de tv? Dus die past de helderheid aan door de lichtsensor in de afstandsbediening. Kan dat? Dat kan misschien wel. Wacht, ik ga eens zien. Dat lijkt toch echt op een camera? Wow, en daar is ook een microfoon op. En dan kun je echt zo... Praten van, ik wil Google daar... Google Assistant doen, ja. Echt cool. Alright, dan zien we jullie terug als die geïnstalleerd is, hè? Ciao. Toch, Steen? Hoe blij, yes. Hoe blij zijt je? Salut iedereen. Bye. We gaan naar de kapper voor Simon. Meest random ding ooit, want ik was dat totaal niet van plan. Nee, echt letterlijk deze ochtend. Ja, we gaan naar de kapper. En ze hadden nog plaats, dus
Great. Mijn haar is nat, want ik ben gaan lopen en ik heb gedoucht, dus niet opletten. Maar wat wilt je van Coop? Ik? Ja. Maar wacht, ik ben juist aan het rijden. Oei. Ja, ja. Wat ik van Coop wil? Ja, gewoon wat haar aan. Langs de zijkant, vooral niet te veel langs voor. Oké, okay, ja, we zien wel. Want ik vind dat mooi, ik vind dat echt nu zo mooi dat dat zo lang is. Maar ja, dan moet ik niet naar de kaffer gaan. Hè? Maar jawel, langs de zijkant is het wel echt poef. Ja, want nu heb ik examens en deze dat ik terug ben gaan tellen. Ja, dus het is nu wel echt tijd om dat te doen. Maar waarom is mijn gezicht zo glad op deze camera? Glad? Dat heeft zo'n functie of zo, dat staat aan. Maar dat hoeft niet aan. Vreemd. We gaan even een before doen, want we gaan niet filmen in de kapper. Dat is misschien een beetje vreemd, want ik weet niet of die dat gaan willen. Before. After. Woo. Hallo iedereen. Ik ben naar de kapper geweest. Het was super nice. Ik was er op 20 minuten buiten. En dan zou ik iets gaan drinken, omdat de cafeetjes terug open zijn. En dan begon het te regenen. En nu moeten we doordoen. Ja, want we moeten straks naar de Voice. Dan voor Mats gaan supporteren. Yes. Ik kan nu niet zeggen allemaal stemmen, want het is al gepasseerd. Ja. En dat van onze voice vlog gaat wel in de volgende video komen. Ah, hè? Dat komt in de volgende random vlog. Dat gaan jullie zien. Yo! Woe. We zitten in de auto, we zijn onderweg naar de Voice. Dus hierbij gaan we de vlog afsluiten. Deel 2 komt volgende week online. Ik moet ook nog even zeggen dat er helaas vanaf nu maar 1 video per week op mijn YouTube-kanaal gaat verschijnen. Elke woensdag komt er een nieuwe video online door de examens, want ik heb bijna examens. Dus ik moet wel echt studeren, maar na mijn examens komen er dan natuurlijk weer meer video's online in de zomer. En ik wil ook iedereen nog super veel succes wensen die ook examens heeft. En dan gaan we dat allemaal samen gewoon... We knallen dat. En dan zeker onze socials in de gaten, want er komt iets super nice aan. Ja, op Instagram en TikTok en zo blijf ik natuurlijk wel dagelijks actief. Dus ik zou zeggen, hou dat in de gaten. Een pony, baboel. Een pony. Waar is de pony? Oh, die is weg. Geen pony, heb je een pony gezien? Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ciao.